Goedendag, mijn naam is Koen de Jong. Vandaag praat ik voor Café Weltschmerz met opiniemaker Dennis Honing. En we gaan het onder andere hebben over de vraag of belediging van de islam tot geweld kan leiden. Dennis, welkom. Ja, dankjewel. We kunnen het over van alles hebben. Laten we beginnen met de vraag of belediging van de islam tot geweld kan leiden. Omdat we hebben net gehad een aanslag op Amsterdam Centraal. De politie heeft een tijdje erover gedaan voordat ze met concrete informatie kwam. Maar het ziet er naar uit dat het een Afghaanse jongen was die in Duitsland asiel heeft gekregen. Ja. En de aanslag heeft gepleegd, mede, zegt hij zelf, omdat hij vond dat in Nederland de islam te vaak beledigd werd. Ja. Hoe zie jij dat? Hoe duid jij dat? Nou ja, vindt dat plausibel? Ja, zeker. Er zijn in de islam drie hoofdstromingen. Te weten Soenieten, Shiiten en Ibadieten. Ja. En de Soenieten, die we in Nederland en West-Europa het meest aantreffen, en ook in de moslimwereld in meerderheid zijn, die hebben vier wetscholen. Mm-hmm. Ja, jurisprudentie. Yeah. En alle vier vinden ze dat voor blasfemie de doodstraf uitgevoerd dient te worden. Dat is 100%. Ja, waarbij de Hanbalieten, de strengste in Saudi-Arabië bijvoorbeeld, zitten ze onder het laagje salafisme. Die vinden dat ook op betuigd iemand spijt, mm-hmm. dat die kop er echt af moet. Oké. Okay. En de Hanefieten, die zijn het mildst. Die zeggen als iemand er een dag later zegt van huilend en zwetend van nee, wie hebben dat niet gewoest, dan moet je hem laten gaan. Maar alle vier zeggen ze in principe, als je dus volhardt, zoals Theo van Gogh, die gewoon achter zijn standpunt bleef staan, dan is het bij alle vier die wetscholen gewoon van het soenisme gewoon echt kop eraf, einde oefening. Ja, en dat is nooit echt hersteld. Dus in de moslimgemeenschap wereldwijd heb je geen echte hervorming gehad. Je hebt wel Atatürk gehad in Turkije, maar dat was geen theoloog. Dus die heeft gewoon gezegd tegen die hond. Een wereldlijke leider. Ja, die zei tegen die islamhond, ga je gauw, potverdomme. Ging die islamhond in zijn hok. Mm-hmm. En die komt met Erdogan natuurlijk een beetje uit. Mm-hmm. En met Erdogan vroeger ook al. Maar dus het nooit, dat is dus, dat zit onder water, zit daar dat theologische gevoel. Ja, nou, en zoals vroeger bij de Inquisitie kon je nog een autodafé doen, een zelfbeschuldiging. En zeggen, nou, het was verschrikkelijk, ik heb er spijt van. Dan kreeg je een tik op de vingers en dan kwam je er nog mee weg. Maar die kans bestaat, die is dus heel grim. Nou ja, wij hebben natuurlijk ook heel veel lieden zoals Wilders, Van Gogh, Weyler van Gogh, mm-hmm. Een redactie van Charlie Hebdo, die helemaal geen spijt betuigen. Mm-hmm. En dat maakt het niet minder erg, maar jouw vraag van waar het element van spijt betuigen, komt ook eigenlijk in die dossiers niet voor. Nee, precies. Maar als stel dat iemand, willekeurig iemand, de islam beledigt en een vorm van spijt betuigt, dan zijn er nog wat. Nou, technisch is er gezien, een stroming die technisch gezien zou kunnen zeggen. Zover ik weet, komen de Taliban oorspronkelijk uit het Hanefitische recht voort. Ja. En technisch gezien, als je dan echt zegt van ik had het nooit zo moeten doen, dan moet je het aannemen ook. Maar dat is heel technisch. In de praktijk zijn de salafisten, dus die zitten bij die Hanbali en ook een beetje half eruit en half erin, dat zijn de allerstrengste. Die zijn de hofleveranciers vaak van terrorisme ook. Ja. En die hebben daar gewoon lak aan. Die horen één keer Van Gogh en die of een vertaling en die weten gewoon van en nou. En dan wordt het lijstje gemaakt van ja. En Ibn Taymiyyah, dat is een 13e eeuwse geleerde, die heeft er een boek over geschreven. Mm-hmm. Het getrokken zwaard jegens hen die de privé beledigen. Mm-hmm. Daar staat in, doet iemand dat waar hij zich bevindt, moslimland, geen moslimland, is hij 1870 pakken. En dat komt voort uit zijn tijd dat de Mogolen de islam binnenvielen en de boeken verbranden in Bagdad. Mm-hmm. Toen gingen die Arabieren ook nadenken van dit zijn zulke Mogolen. Mm-hmm. Wat doe je daartegen? En toen kwamen hardere fatwa's ook. En ik zeg het niet als relativering. Nee, de islam had het blijkbaar in huis om dat te leveren. Ja, nou, we zijn hier niet aan het relativeren dat die situatie er is. Of dat nee, maar we zijn dat kunnen mensen denken. Dat precies. Het gebeurt namelijk heel veel. Dat moslims namelijk zeggen van, maar Israël, maar Mossad, maar New York, maar kapitalisme. Ja, dan komen de excuses die jij bakken. De andere kant heeft dit gedaan. Ik en als moslim bevind me in een gemeenschap die zich daar 90% van de tijd... Het is zelden dat ik iemand hoor zeggen, een imam van... daar hebben we problemen mee. En ik kan het nu niet in enig oplossen. Mm-hmm. Ik sta met mijn rug tegen de muur. Mm-hmm. Tussen theologie en maatschappij. Gun mij tijd. Ik ben het niet. Val mij niet aan, maar ik doe mijn best. Hoor je nooit. Het is altijd buurthuizen, omstandigheden, wildes. Het gebruikelijke rijtje, zeg maar. Ze zo invullen. Dat is inmiddels een heel sleets gegil. Ja. En de aanslag op Amsterdam Centraal, deze jongen, het is volgens mij een kerel van 21. Zou dit nou iemand zijn die dit uit eigen beweging doet, omdat hij daar zo verontwaardigd over is? Is het überhaupt een plausibele reden? Of denk je dat het meer een motief is dat hij er achteraf bij zoekt? Nou, ik weet wel dat de jongeman komt, geloof ik, uit Pakistan, hè? Afghanistan. En ik weet wel dat in die regio
zijn ze wel heel erg gekant tegen blasfemie. Zeker, hij komt uit Afghanistan. Nou, daar is het sowieso een theocratisch feestje de afgelopen halve eeuw. Maar in Pakistan hebben ze het ook. Daar zitten ook Barelis, dat is een soort Soefi-groep. Ja. Want de Soefi's worden vaak genoemd als heel lief. Maar die houden zoveel van Mohammed. Die worden zo zweverig van Mohammed. Dat Mohammed ook een beetje daardoor een halfgod wordt bijna. En dan, als iemand daar tegen tekeer gaat, dan is het natuurlijk het hek van de dam. Ja, dan kan die wel naar Nederland afreizen met specifiek alleen maar het doel om specifiek in Nederland een statement te maken. En weet je wat het ook een beetje is? Je moet je voorstellen dat je hebt directe orders. Ik kan tegen jou zeggen van wil jij straks iemand een mes in zijn buik duwen? Dan kan je zeggen ja of nee. Maar ik kan ook, als ik jou hier bij me heb en ik ben bijvoorbeeld charismatisch en jij bent jong, dan kan ik een klimaat creëren, wat we met Fortuyn ook zagen. Ja. Niemand zei Volkert van erop. Maar ik kan me voorstellen dat Volkert zich wel een beetje gesteund wist door dat gegil van iedereen van er is een nieuwe heider is hier in de polder aan het rondrennen. Dat voel je wel een beetje gesteund als je daar in de bosjes van Hilversum aan het rondkruipen bent. Seculiere fatwa bijna, zeg maar. Ja, een atmosfeerfatwa. Denk je dat hier iemand achter zit? Dus dat deze jongen aangestuurd is? Oh, dat gewoon puur of gevoelsmatig? Nou, ik denk dat de meeste organisaties die zover gaan zijn er ook wel vrij open over. Hè? IS en dat soort, die roepen ook op IS van word een franchise. Je hoeft niet met ons te bellen. Doe het. Plak er een stempel op van ons, franchise, bam. Ja, het is net een McDonald's. Hè? Iedereen kan eraan meedoen. Maar dat is wel. En de grap is daar ook van dat het zo effectief is. Want wij hebben enorme legers, maar we hebben ook heel veel legerethiek. Dus wij kunnen een soldaat kunnen we pakken met de military police. En dan gaan we kijken of die veilig is geweest. Hè? Of alles met geweren, of die goed heeft ondervraagd. Of die collega's moeten dan getuigen. Maar bij hun is het zo. Wij pakken 20 man, die stoppen we in 3 vliegtuigen. Je vliegt in Washington en New York, vlieg je een primaire gebouw in. En je hebt een dwarslesie veroorzaakt in een enorme grootmacht. Ja, dat is zeg maar de bekende asymmetrische oorlogvoering, hè, zoals de specialisten altijd noemen. Dat is dan zeg maar heel moeilijk te bestrijden, want dan heb je dan weer enorm veel maatregelen in de maatschappelijke sfeer nodig. Beveiliging, et cetera, wordt een hele industrie. Vraag me wel af, kijk, in dit geval, er wordt gewezen naar Geert Wilders. Vanzelf komt dan altijd Geert Wilders te sprake in Nederland. Als het om de islam gaat en belediging en terrorisme. Er zijn natuurlijk twee denkrichtingen. De ene denkrichting zegt, deze jongen is gewoon boos over Nederland in het algemeen, het klimaat. En dat is niet specifiek, heeft niet specifiek met Wilders te maken. Maar dat is boos vind ik al eng. Want als je in een trein stapt van Duitsland naar Amsterdam, dan heb je heel veel tijd om af te koelen. Ja, zeker. Dus het moet van alles aan de hand. Maar er is ook een tweede richting die zegt, nee, we moeten dit specifiek koppelen aan Geert Wilders. Want die geluiden hebben we ook kunnen lezen in de media. Want Geert Wilders heeft provocaties, et cetera, begaan. Is daarmee bezig Nederland in gevaar te brengen. Daarmee wordt het een issue van nationale veiligheid, national security. En dan hoor je al bijna ook van, nou, dan moet dat maar eens een keertje afgelopen zijn. Met die uitingen van Geert Wilders. Dat zijn eigenlijk twee uitersten. Dus hoe zie jij dat? Kan je die link leggen? Wilders boos aanslag? In principe moet Wilders dat kunnen zeggen. En moet iedereen zich schikken naar die democratische waarden. Of je nou uit Duitsland met een trein komt of hier geboren bent. En Wilders beroept zich daar heel erg op. En dat technisch heeft hij er helemaal gelijk in. Technisch vindt hij mij zich aan zijn zijde. Want ik wil ook heel veel dingen kunnen zeggen. Ik wil bijvoorbeeld dat er bepaalde fatwa's uit 1300 vertaald kunnen worden. En die liggen ook in de moskee in de schappen. Dus wij moslims zijn ook niet van gisteren. We hebben ook flinke meningen over homo's en toestanden. En dat willen we allemaal vertalen en vinden. Het dingetje met Geert Wilders is wel dat hij een Midden-Oosterse agressie ontlokt. Terwijl de meeste moslims van hier eigenlijk zich toewijden op klagen voor de tv als ze wegzeppen voor zijn geblondeerde harsjes, protesteren. Dus dat vind ik jammer. Oké. En zeg je nou eigenlijk mee dat het vooral moslims zijn van bijvoorbeeld buiten Europa die heel erg boos op Wilders worden? Zoals die mensen in Pakistan die wekenlang aan het demonstreren waren? Nou, en dat moslims in Nederland er wat minder heftig op reageren? Ik vind, als je kijkt naar hoeveel moslims we hebben, ik geloof dat we rond een miljoen zitten. Ja, afhankelijk van hoe geteerd wordt. En als je dan kijkt naar het aantal leden van de Hofstadgroep, en Mohammed B. was daar de enige binnenlandse heel erg actieve van. En Jason Walters dan met die granaat, maar dan vooral Mohammed B. vanwege dat wat hij met Van Gogh deed. En dan die 300 uitreizigers, dan valt dat, je mag het bijna niet zeggen nu, maar dan valt dan procentueel mee. En bij Wilders zie je dan toch dat het dan dat hij jaagt op een soort self-fulfilling prophecy. Dus dat is die islamitische reus in het Midden-Oosten, dat is een hele lichtgeraakte reus. Als je die een beetje wakker knijpt, dan gaat hij alles kapot maken om zich heen. Maar ja,
dat knijpen, wat doen we daar dan mee? Hoe nuttig is dat? We wisten het eigenlijk al. We wisten dat die reus al zo achterlijk was. Je kunt wel een debat ontketen in Nederland dat moslims hier erkennen dat ze zoveel te danken hebben aan onze veiligheid, dat ze die reus niet meer hoeven te dienen. Okay, dat je in Saudi-Arabië niet kiest voor die hoofddoek, maar dat je een hele torque aan moet, verplicht, anders gaat er geen zeuren. Ja. Daar had Wilders in kunnen zitten van moslims, distancieren, trouw zijn aan de waarde. Maar wat hij nu doet is eigenlijk die reus dan weer knijpen en dan weer zie je wel ook. Ja, want dat komt dan, want de grootste anti-Wilders boosheid kwam vanuit Pakistan. Dat is toch een land waar wat staat wel heel ver van Nederland af. En daar hebben we nou ook eigenlijk heel weinig directe banden mee. Dus het is een beetje, die maakt eigenlijk een enorme brug van hier naar. Ja, naar... de media komt ook. In Pakistan was er een extreemrechtse partij die niet in het parlement zit. Het was ook nog eens een keer een fringe partij die er het meeste. Ja, het lijkt een beetje op wat er gebeurde met die Deense cartoons van Mohammed. Dat er werd maandenlang geleurd met die cartoons om boosheid op te fokken in Egypte. Dus en wat ik dan jammer vind van Wilders en van die media, is dat ze allebei ten behoeve van hun eigen evangelie en hun eigen cijfers met die stok in die bijenkorven gaan en vroeten en zo. Oké, dus dat zie jij wel als, zeg maar, dat had er een andere discussie plaats moeten Alleen, vinden, zeg je. Er zijn ook heel veel mensen gretig om de islam buiten schot te houden. Links. Of van die middengedrochten, D66, en moslims, belanghebbenden. Wij zijn af en toe als moslims een soort Chinese eigenaar van restaurant en hier is het niet vies. Rob Geus struikelt over de schimmelbroden, maar hier is het niet vies. Dat heb jij als islamofoob verkeerd gezien. Wij mogen ook wel een keertje zeggen, hoe kan het dat Wilders het zo makkelijk kan? Hoe kan het dat Wilders heel makkelijk zo even knijpt in die reuze billen? En dat die reuze alles kapot... Ja, want enorme gevoeligheid wijst vaak ook op dat er wat aan de hand is en dat er ook wel een bepaald... Nou ja, een bepaald probleem ligt. Je zou als moslim bijvoorbeeld kunnen zeggen van... ik vind het overbodig wat Wilders doet... want hij prikt in een niet geseculariseerde wereld... die de onze niet is. Maar geef dan ook toe, hij is niet geseculariseerd. En daarin ligt het Westen voor. Ja. Daar zou je buurman al heel veel plezier mee doen. En daardoor ook een soort van... het is net slagroom, er moet lucht in die room. Dan krijg je credibility ook van de toehoorder. Je moet ook laten zien... ja, die islam in het Midden-Oosten... die is wel heel makkelijk kwaad te krijgen. Ja. Ambassades in de fik, een beetje gek. Ja. Maar wij hier in Europa, die miljoen moslims... over het algemeen toch wel goed. Durf jij ook daar dan een beetje op te focussen? Of gaan we alleen maar kijken naar die reus in Pakistan die rondkreunt? Hoe merk jij dat moslims in Nederland over Geert Wilders denken? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, over het algemeen. Wat ik jammer vind, dat vind ik ook met Trump... is dat het vaak heel goedkoop gaat. Hè? Dat het gaat over dat er gezucht wordt. Pff, die gek. Ja, terwijl ik denk van Wilders, die heeft op een gegeven moment in Kanaaleiland gewoond. Die is een tijdje in Israël verbleven. Die heeft op een gegeven moment wat dingen meegemaakt. Die heeft wat dingen gezien. Bij die Marokkaan kun je zeggen, die over die toonbank springt met je geld of je leven. Zeggen ja, zijn jeugd was kut, zijn wijk was uitzichtloos en zijn mbo, dat schoot niet op. En als Wilders in Kanaaleiland dan wegzakt in het Marokkaanse moeras, dysfunctionele wijk. Dan kun je daar niet, dan is het gewoon een Mogol of dat is een Sionist. Kijk. Dat de PVV belachelijk veel in aanraking komt met een Israëlische ambassade. Dat vind ik zelf vind ik raar. En ook als we bij Denk, die we daar niet op betrappen, al op de trommel slaan van een verlengstuk van Erdogan en Gidi Moskeshauer, die wordt de IVD waarschuwt voor die man. Van, ja, Gidi Moskeshauer heet hij, geloof ik. Ja, sorry, ik vind die Slavische achternamen van, dat vind ik heel moeilijk. Ik bedoel, Moskovits kan ik nog steeds niet correct schrijven, betrap ik mezelf op. Moet ik echt de spellingscorrectie gaan raadplegen? Maar die man, de IVD waarschuwt dus, die brengt de integriteit van Nederland in. Dat vind ik heftig. En als ik dan zie dat dat allemaal zomaar kan. Maar ik vind wel dat moslims heel makkelijk van de Sionisten, Wilders is gek. Dan denk ik nee. Ja. Maar je pleit eigenlijk voor gelijk redeneren in gelijke gevallen. Dus als een PVV-stemmer PVV is gaan stemmen of extreem boos is over... maatschappelijke toestanden, dan moet je ook snappen waar dat vandaan komt. Omdat die misschien wel allerlei problemen heeft gehad met toestanden. En dat zou je bij moslims ook moeten begrijpen. Ja, en je moet je ook afvragen. Kijk, mensen zeggen ook bijvoorbeeld van, nou, Wilders vind ik gek. Ik vind Wilders een idioot. Oké, prima, Wilders een idioot. Hoe komt hij godsnaam aan al die stemmen? Dan konden we vroeger zeggen, een paar jaar geleden zeiden we, dat zijn een paar plebeiers. Die zitten daar met een veel te grote hond in een veel te kleine flat. En die zijn boos, want die hadden meer geld. Die hadden ook een jacht gewild. En dan zijn ze boos op een Marokkaan. Dat zeiden we vroeger. Want als het om blanken gaat, en zeker de blanke onderklasse, kun je heerlijk tekeer gaan. Zeg je dat over Suriname van een arme idioot en die stemt vanuit zijn onderbuik bij een racist? Zeg je het over een blanke onderklasse, kan je helemaal all the way gaan. Ook heel raar, maar goed. We deden het af als een stel tokkies zonder hersenen, zaagsel.
Dat kan nu niet meer. Nee, want daarvoor is het te groot. Daarvoor is het ook veel te groot. Veel te groot. Thierry Baudet komt om de hoek. Nou, dat is gewoon een soort VVD die wel consequent is. Dan kan je het ook niet meer. Dat is echt een bovenklassepartij ook een beetje. Laten we eerlijk zijn. Dan kan je dat niet meer maken. Om allemaal af te... Dus Wilders en Thierry Baudet, twee gekken. Twee Joodse verlengstukken. Prima. Maar die achterban, hoe komt dat dan? Nou, ik weet hoe het komt. Want als je naar het in mijn wijk Schalkwijk naar het winkelcentrum gaat, dan staat de Marokkaanse jeugd, staat je al boos weg te fronsen. En niet de Chinezen, die hebben een maffia. Die schijnen dus diep in de heroïne te zitten aan de Zeedijk. Maar die zie ik dus niet fronsen. Dat is niet nieuw, nee. Dat was in de jaren 70 ook al zo. Ja. Nee, ik ben ook geen crime watcher of zo. Maar als ik op de Zeedijk kom, zie ik vooral rode eenden. Waar ik trek van krijg. Winkeltjes en zo, een tempel. En kom ik naar het winkelcentrum of Bos en Lommer waar ik net ben, dan zie je toch inderdaad agressie, de misdaadcijfers liggen er niet om, subculturen, mokromafia, bondkraagjes. En als we nou heel eerlijk zijn, is dat denk ik ook wel een beetje de brandstof voor een PVV-stem. Mm-hmm. In combinatie met zijn vernuftige laveren tussen SP-punten, van bejaarde, gehandicapte, zielig, morgen helpen, met die kritiek op de islam. Ja, want zoals ook Trump dingen aanraakt, die problematiek aanraakt, die gewoon daadwerkelijk bestaat bij mensen. En daarmee dan dus ook stemmen kan trekken. In een aantal gevallen dus ook voor mensen met een laag inkomen. Zo doet Wilders dat natuurlijk ook. En dit zijn maar twee voorbeelden. Ja. Maar er zijn inmiddels, er wordt wel eens global Trumpism genoemd. In heel veel landen in de wereld heb je vergelijkbare situaties met groepen die er tussenuit vallen, die het niet meer trekken. En ook niks vinden in de progressieve partijen dat hen helpt. Nee, maar je moet bijvoorbeeld in Turkije bijvoorbeeld, een moslimland overwegend, daar is extreem rechts al jaren, decennia, er zijn hele generaties Nederlandse Turk mee opgegroeid. Ja. De MHP-partij, Biljetsi Hareket Partisi, de Buyuk Birlik Partisi, de grote eenheidspartij, superrechts Koerden, genetische misbaksels, Armenen, of Ottomaanse rijkverraders, Arabieren, kneuzen. Dus allerlei vormen van racisme en vooroordelen. En ons racisme zit erin dat we het blanke initiatief, het blanke initiatief vinden wij zwaarder wegen dan een gekleurde. Dus als een negroïde jongen zegt, zoals in Amerika, we are king and queens. Dus de negroïde vrouw is een queen en de negroïde man is een king. Dan maak je jezelf tot een monarchisch ras. Daar hoor ik niemand over. Dat worden kunstenaars, rappers genoemd. Vrijheid van expressie. En als een blanke op een gegeven moment zegt van, nou luister, ik wil graag een blank Europa. Wat bijna zou vallen onder een soort natuurmonumenten. Van, dit was onze etnische samenstelling, laten we het zo houden. Als je het met een bos doet, van die bomen moeten blijven, ben je natuurbehoud. Als je het met mensen doet, die ook natuur, zeker voor de atheïst, is het ook natuur. Dan ben je een grote fascistende bedreiging. Dan snap ik niet waarom Turken bijvoorbeeld daarmee wegkomen. En dat we daar nooit bezorgd over waren. Als de Hongaren het doen, op twee dagen rijden van Turkije, is het hek van de Dam. Ja. Dan is er grote verontwaardiging binnen de EU. En misschien ook omdat het dan toch weer veel te ver van de gemiddelde Nederlander afstaat. Turkije is toch ver weg, zit niet in de EU. De Turkse gemeenschap zit in eigen clubs, buurthuizen, moskeeën. Bemoeit zich. Ja, nu hebben we het denk, maar voorheen zag je ze politiek ook nauwelijks. Een beetje binnen de PvdA ingekapseld, maar ondergesneeuwd. Daar broeide van alles. Ja, en dan wordt het geen issue. En je, misschien kijk je toch ook makkelijker naar wat je eigen stam of je eigen tribe allemaal verkeerd doet. Ja, maar die, en accepteer je makkelijker. Maar van die betrokkenheid, Alfredje Douglas Kwak, die kinderserie, die maakte ons wel wijs dat het negroïde eentje in Zuid-Afrika net zo belangrijk was als de blanke Alfredje Douglas Kwak. Dus Zuid-Afrika is ook heel ver. Ze lullen wel bijna gelijksoortige taal als ons. Ja. Dus met Irak bijvoorbeeld, daar waren massavernietigingswapens, daar hadden we het elke week over. Dat Wit-Rusland, naast Polen, dat daar een onverschuifbare, dicht ingekapselde dictatuur zit, daar hebben we het nooit over. Ja. Daar was ik. Ik heb aan de grens gestaan na twee dagen rijden. Maar Irak, dat was het. En Afghanistan. En de arme kinderen in Oeganda. En er moeten waterputten komen. Dus daar zie je ook al geschommel. Hè? Dat argument van ver van je bed. Denk, Wit-Rusland in onze dode hoek. Maar Irak, daar hebben we het 5 jaar terug dagelijks over gehad. Dat is ook, zijn we een beetje mee aan het schuiven met dat soort emoties. Ja, als we het hebben over zeg maar de kritiek op de islam. Om daar weer even op terug te pakken. Hè, waar we mee begonnen. Vind jij dat ontheiliging moet kunnen? Grappen over Jezus, grappen over Mohammed, grappen over... Het moeilijke daarvan is, dat is niet in een wet te vatten. Ik zou liever hebben dat het minder gebeurde. Ja, oké. Maar als je dat dus inkadert in een wet, dan moet je het verbieden. En dan ben je democratie kwijt. Ja, dus je bent niet voor een verbod. Nee, en dan ga je tolereren en dan komt er een Wilders en die woont dat uit voor allerlei self-fulfilling prophecies ideeën. Want daar denkt die man over na. Daar heeft hij tijd genoeg voor in zijn badkamers, de beveiliging staat te kloppen, van moet je een handdoek hebben. Daar heeft hij tijd genoeg om na te denken over wat hij doet. Dat is geen achterlijke man. Die heeft ook financiële bronnen, denk ik, die even min achterlijk zijn. Die goed boeren. Dus daar wordt over nagedacht.
wil ik niet van een complot spreken. Want lobby's zijn van... Je hebt ook vakbonden. Zo normaal is een lobby. Alleen, die hebben wel belang en ideeën. En advocaat ook, als die jou beschermt in een rechtszaak. Dus Wilders, die denkt erover na. Dus dat vind ik jammer. Maar ga je het verbieden? Zet je Wilders met zijn, opportunisme, daar verdenk ik hem wel van, zet je buitenspel. Mm-hmm. Maar jij irriteert je morgen aan een heel moeilijk vers van de Koran. Dan heb jij ook niet meer de vrijheid om te zeggen van nou, pff, vind ik wel heel erg vragen om een nare interpretaties. Ja. Ja, kijk, en als je het puur pakt op artistiek, op wat we dan even artistieke uitingen noemen. Bijvoorbeeld, mag je schilderijen maken, mag je gedichten maken die spotten met profeten. Mag je tekeningen maken, mag je al die dingen die we al heel lang met het christendom hebben gedaan hier. Hè? Ja. Wat ook niet altijd iedereen even leuk vond. En er zijn ook pogingen door wetgevers gedaan om dat weer te verbieden. Ja, daar ben je wel voor. Dat we dat gewoon er zijn gemeentes waar de SGP arme mensen die op zondag een keer een broek voor hun kind willen kopen, dat recht ontzeggen. Die hebben hier in Zeeland. We hebben ooit het vloekverbod gehad in de jaren 80 in Nederland, waarbij een paar christelijke gemeentes een vloekverbod gingen instellen met een bord aan de gemeentegrens. Hier mag je niet vloeken. Dat heeft toen hogere rechters hebben dat dus weer zeg maar weg eruit gegooid. Dus dat kan niet. Dat is niet in overeenstemming met de grondwet. We hebben Gerard Reven gehad. Ja. We hebben Gregorius Nixgod gehad. Die een stuk vuil van zijn bed werd gelicht. Ja, ja. Maar hier is Pauline inderdaad. Ja, een redelijk gelovige iemand. Kijk, je kunt ook tegen de islam een keertje zeggen van, je kunt ook een beetje de bal terugkaatsen. Je kunt ook zeggen van, nou islam, Als Abraham, hij die beelden stuk maakte, die heeft gedaan volgens de islam, is de afgodsbeelden stuk gemaakt. Dan heeft hij heel cynisch die bijl bij één oppergod op de schouder gehangen. Zo van, zei hij, ja, nou, die god, hè, die heeft het gedaan. Heel cynisch eigenlijk, heel grote Theo van Gogh middelvinger. Dus profeet Ibrahim, waar kinderen in Slotenvaart naar vernoemd worden, dat was eigenlijk de Theo van Gogh van zijn tijd. Van zijn, komt Mohammed, die komt op een gegeven moment in Mekka, daar krijgt hij dan de macht. Hè. Hij komt met een leger overmacht en de Mekkanen geven zich gewonnen. Hij vergeeft hun voor de vele aanslagen op mensen om hem heen en om alle, Mohammed heeft best wel wat te verduren. Die vergeeft hij heel mooi, maar die verschoont ook op een gegeven moment. Dus de Kaaba verschoont hij van die afgodsbeelden. Dus die gaat best wel tekeer ook eigenlijk. Je zou een keertje kunnen zeggen van, nou, daar hang ik een spiegel voor. Dan hoef je niet eens extern zo belerend, want dat kunnen wij blanken goed zo van, och, kleine moslims, jullie moeten wel toch in een grapje kunnen. Je kunt ook horizontaal zeggen van, nou, Abraham flikkert even al die beelden aan de kant. Ja, ja. Wij beginnen natuurlijk sowieso, religies beginnen vaak met het slopen van de vorige religie, van de religie die ze willen vervangen. Hè? De polytheïsten zijn weggevaagd door de monotheïsten, de christenen hebben dat gedaan. Wat vaak ook wel etnische stoppen waren, want door een transcendente god viel de monopolie weg van degene die over de stenen beelden gingen, de offers. Ja. Als ik in de katholieke kerk kom, vind ik het nog steeds een beetje, dan zit er een broodje en dat broodje wordt dan Jezus en die moet je dan opknabbelen. Maar iemand mag dat broodje vasthouden en anderen mogen het alleen opknabbelen. Er zit nog steeds een macht, en bij de islam is het gewoon zo van, nou, God is achter de wolken, pleiten. Dus ik vind het wel mooi van Abraham, maar het is wel mooi, maar Theo van Gogh is in zijn context ook mooi. Want er zitten allemaal nieuwe immigrantenculturen, die gaan een soort van stilzwijgen opleggen. En dat doorbreekt Van Gogh weer. Dat is ook een ethische stap. Ja. Je zei net, er moet niet naar boven, van boven of naar beneden worden gekeken naar moslims. En dan door de grote wijze blanke man die dan zegt, jongens, jullie moeten nog even modern worden. Dat werkt niet. Zeg. Nou, ik vind, wij hebben wel, kijk, wij hebben de macht, zo'n 300 jaar hebben wij de macht gehad in de wereld. Hè? Britse Rijk, onze buren, daar ging de zon nooit onder. En nou ben ik helemaal geen voorstander van Sir Pieter als Sylvanen en dergelijke. En de social justice warriors, idioten. Maar ik zie wel in mijn cultuur, dus de blanke West-Europese bevolking, dat het zit nog in onze aderen. Onderwijzen, kerstenen, salven als we het willen. Dus ik zie wel dat er in heel veel dingen iets belerends zit. En ik denk, je kunt veel beter, bijvoorbeeld met Somaliërs bijvoorbeeld, een hele tribale samenleving. De ene groep zegt dan eventjes, ik maak het even simpel, ach, het maakt niet uit, jullie cultuur heb ik respect voor. De andere groep zegt van, ja, domme negers en stammen, tribaal, oh, wat een sukkels. Je kunt ook zeggen van, nou, jullie moeten heel gauw maken dat je verandert. Maar wij waren ooit Franken en Batavieren en Saksen en we hebben elkaar ook de hersens ingeslagen. Dus ik snap waar je vandaan komt. We hebben Schotten gehad die heel lang clans hadden, die elkaar ook om het leven bevochten. De Gordon en weet ik wat allemaal voor groepen. En nu doen we dat niet meer. En ik verwacht van jou dat je hetzelfde kan als mij. Want we zijn gelijk. Doe het dan ook. En bouw je land op. Want je zijn nou een stel schelpdieren in de krochten. Dat is wat je kan. Daar ben je dus dat paternalisme van, ach, kleine negers, ik ga jullie helpen. Maar ook niet dat van, ja, maar zo doen die mensen dat. Dat zijn stammen. Ja, die gaan vergaderen. Soms schieten ze elkaar dood. Daar kun je wel makkelijk over doen. Maar daar weet jij niks van. Dat zijn allebei twee gevaarlijke uiteinden. Ga in het midden zitten. Spiegel het aan je eigen gekte van een millennium geleden. En leg uit dat jij eruit gekomen bent.
en dat hun dat ook kunnen. Mm-hmm. Daar zien we vaak in de progressieve partijen. We kwamen in het begin in het gesprek al even op, dat daar een soort van vergoelijkende houding bestaat ten opzichte van dingen die we als conservatief en raar beschouwen. Maar als het dan in een migrantengroep plaatsvindt, dan wordt het een beetje van, ah ja, het is niet zo erg allemaal. Ja. En het voorbeeld is natuurlijk Kuzu en Osterk binnen de PvdA. Dat heeft daar jarenlang rondgelopen. Ja, maar die dachten toen echt niet anders dan nu. Nee, mooi. Die schenen zich ook wel vrij horkerig te gedragen, hoor je dan achteraf. Ik ga je even bijstinken. Ja, dat liep ook allemaal al voor gemeten. Maar dat is het dus helemaal niet hoe het moet. Nee, maar dat is ook een beetje de PvdA werd op een gegeven moment natuurlijk ook een beetje een imperium. Hè? En die had allemaal vazallen. Mm. Pim Fortuyn komt uit een PvdA. Femke Halsema was ooit voor de PvdA. Ja. Maar ook zo'n Kuzu. Mm. Dus het was zo'n lor van een imperium geworden. Mm. Daar zaten allemaal vazallen bij die van rechts en links aan elkaar. Mm. Allemaal van die Kuzu bijvoorbeeld. Dat kun je gewoon vergelijken met een klein natiekje in een Romeinse Rijk of een Ottomaanse Rijk. Ja, die helemaal geen zin hebben in een rood, liberaal, atheïstisch geluid. Maar ja, het is een groot imperium. Je kunt handelen in de hoofdstad, doe het nou maar. Maar ja, zodra die ruiken dat zo'n Rome begint te wankelen, of zo'n Istanbul, wat gebeurt er dan? Krijg je afscheidingsbewegingen. Nou, dat hebben we gezien in het Romeinse Rijk. We hebben hoe de Germanen tekeer gingen. We hebben met de Ottomanen gezien dat Bosnië opeens vandoor ging, Albanië onafhankelijk. Dat zie je dus ook in die politieke lorren. En het is ook een beetje de schuld van de PvdA dat ze zo gegroeid. Ze gingen heel erg voor groei. Voor kijkcijfers, voor stemmen. Mm-hmm. Nou, dan incorporeer je allerlei opportunistische vazallen. En die gaan, zodra jij ziek wordt, dan. Ik zeg altijd zo: als je een kat hebt en die sterft, dan kruipt er uit zijn reet kruipt er een ringworm. Die ding doe je, het licht gaat uit. Ik ga naar de volgende. Dus zo is Kuzu uit die stervende PvdA. Uit het karkas van de PvdA. Ja, dat die PvdA die viel om. En uit die politieke rectum kropen dus de opportunisten. Die dachten, ja, ik heb een andere darm nodig om me aan te voeden. Wat hadden ze eigenlijk wel kunnen doen, die progressieve partijen? Vanuit de goed bedoelde de gedachte, we moeten met een dialoog komen en we moeten elkaar gaan begrijpen. Nou ja, ze hebben natuurlijk de PvdA in de tijden van Den Uyl natuurlijk hele stoere dingen gedaan. Mm. Echt, de arbeiders waren vroeger in Europa, waren natuurlijk de sukkels gewoon. Bek houden, je mag blij zijn dat je in mijn fabriek bent, anders gooit je eruit voor jou 10 anderen. Dat hebben wij in 100 jaar tijd omgevormd naar vakbond, heel levendig. Je hebt hele mooie protesten in Nederland. He, de mensen zeggen, we willen meer geld, meer zekerheid, we willen een mooi pensioen en zo. PvdA is onderdeel daarvan, van het emanciperen van een arbeidersklasse. Daar heet ook Partij van de Arbeid. Mm-hmm. En wat ze dan niet hebben gedaan, is als jij klopt op de kerk, ik ga zelf nadenken dat je ook bij de moskee, hey, verrekken, ook een soort kerk. Ik ga zelf, dat hebben ze dus nooit, en dat werd dan racistisch opeens. Mm-hmm. Dat hoeft dan niet. Ja, ja. Dus het enige wat ze, het is heel simpel, consequent. Mm-hmm. Alleen, het enige wat ze hoeft te doen is consequent blijven. Als een agent die op maandag iemand moet bekeuren, maar ook op zaterdag. Ja. En niet denken. Denk je dat het dan langzaam gekanteld was binnen conservatieve gemeenschappen? Als daar consequenter aangesproken? Nou, wat hebben we aan? Wat is ons rechts nou? Mm. Dat is een Geert Wilders die brult over bejaarden en over een onderklasse. Dat heeft helemaal geen reet te maken met het echte oude rechts van de VVD. Mm. Want de VVD is gewoon een beetje sociaal darwinisme. Eigen ondernemer. Of je rolt maar weg. Daar heb je andere partijen voor. Dus de PVV is eigenlijk al zo rood als een klaproos. En met een bovenlaagje van islamkritiek. En dan hebben we geen stijl bijvoorbeeld. En waar worden die boos om? In elkaar geslagen homo's. Vrouwen die geen ruimte krijgen. Scheidsrechters die dood worden geslagen. Dat zijn best linkse dingen. Arbeiders die in elkaar geslagen worden. Vrouwen die worden nagefloten. Dus geen stijl is heel erg punk. Is heel erg rood. Ja, ja, ja. Is heel erg van rebels, jaren 70 bijna. Nou, een beetje, het kraken ze met een huis. Ja, zijn het natuurlijk. Tegen de step-ups en de aanschoppen. Sowieso zijn de mentaliteiten gekeerd. Hè? Want het establishment was ooit rechtsconservatief, religieus. En eigenlijk tegen rechten voor de massa. En links was precies het omgekeerde. Al die dingen die we nou toch voor een deel bij geen stijl zien. Nou. Toch? Ja. En het grappige is, dus jij vraagt dus van, joh, hoe is het kunnen kantelen? Ja. Hoe schandalig is het voor een PvdA en die cultuur daaromheen? Mm. Want de PvdA was zo groot, dat zit bijvoorbeeld in mijn vader echt in een cultuur. Het is echt bijna subcultureel. Ja. Dat leef je, zo'n PvdA. Het schandaal voor hun is dat ze het niet alleen een beetje verloren hebben van rechts, maar ook dat rechts eigenlijk hun punten heeft geïncorporeerd. Dus er komt iemand je huis binnen. Ja. Iemand komt je huis binnen, die pakt jouw vrouw beet. Zo geen stijl pakt de PvdA vrouw beet. Die vrouw wordt eigenlijk ook gelijk verliefd. En ze lopen samen de deur uit. En jij moet en de PvdA. En door al die concessies, want er zitten asielzoekers boven. En die hebben je vrouw bijna aangerand. En je deed er maar niks aan. Ja, en nu kwam geen stijl binnen. Met een cape. En die nam die jouw electoraat mee. Zo. Nou, dat is kut.
Ja, ja, dat is, er is daar wel iets wat minder goed gegaan. Als het nou concurrentie was, als het nou echt Ajax Feyenoord was. Ja. Maar het is een F-site die nu in de Kuip zit. Dat is natuurlijk een schandflik. En wat, vindt men, wat vinden moslims van dat jij dit zegt? Wat vinden jouw moslimkennissen, wat zeggen die als jij dit zegt? Herkennen ze dat? Bedoel, nou, jij kan het goed duiden. Maar... Er is in de islam een beetje een hele oude... Ik moet even op die microfoon passen. Er is in de islam is een hele oude cultuur van dat er eigenlijk heel veel kan. Er zijn porno-gedichten uit 1300. Er zijn atheïsten, er zijn alcoholisten als Omar Khayyam. Nou, die dronken Patrick Kluivert onder de tafel. Ja, en er zijn spotgedichten. Spotgedichten. Maar je mocht het niet emanciperen. Het mocht geen norm worden. Ah, oké. Okay. Het moest een beetje aan de marge blijven. Ja. Een beetje bedekt. Ja, zolang jij zei dat jij de Mankenelis was van het stel. Als je dat maar bleef inzien. Ja. Dan mocht je heel veel mee. Dan waren er geen Paralympics. Nou, mocht je ook mee. Oké. Okay, ja. En wat het probleem is, dus bijvoorbeeld nu in Tunesië zie je dat. Dat de homo's willen daar emanciperen. Er kon eigenlijk al heel veel in een gedoogconstructie. Maar dat ze het officieel willen maken, dat maakt dat die... Dat, ja. Ah, oké. Okay. Dus het moet een beetje aan de randen blijven en officieus. En dan kan er wel heel veel. Dus jij vraagt aan mij, heel mooi die vraag van hoe reageren vrienden op je. Nou, die appen mij van ik vond het prikkelend, ben het er niet mee eens, maar stoer dat je het doet. Maar in de bühne, niet diezelfde personen, want dan zou ik zeggen, mijn vrienden zijn hypocriet, dat wil ik niet zeggen. Maar het schuim der natie van de moslims, die moet natuurlijk gewoon zeggen van zit hij nou Abraham, heeft hij echt... Dat krijg je te horen. Abraham vergeleken met Van Gogh, hoe durft hij? Hij kan nog geen Arabisch pagina van het woordenboek aanhalen. Hoe durft hij? Dat kun je ook weer verwachten, zeg maar. Ja, de moslims hebben wat dat betreft hebben een repertoire wat je van tevoren kan zien. Dan heb je geen tv-gids voor nodig, omdat die zender gedraaid wordt. Hoe zit het met de humor binnen de islam? Hetzelfde verhaal. Ja. Er is heel veel op straat, is er heel veel mogelijk. Ik vond dat het leuk toen ik in de jeugdgevangenis vast heb gezeten. Dat is anderhalf jaar. Hoe eerlijk Marokkanen zijn daarin. En hoe de Turken wat humorlozer. Heel erg gericht op ondernemen en dit en dat. En de Marokkanen zitten iets luchtigs in. En die konden echt eigenlijk toegeven. Weet je nog, die blanke buurman die ons snoep gaf. Daar een goede vent. En eigenlijk is onze cultuur ook heel erg rancuneus. En we gunnen elkaar geen moer. En we steken elkaar de ogen uit terwijl we allemaal lening nemen voor die auto. Die lachen om zichzelf. Die kunnen lachen. Oké, okay, dus er is wel zelfspot ook. Maar als je dan een Najib El Mahali ziet, die dan water op het podium gooit en ik loop over water als Jezus, dan is het weer die kramp. Hey, cameraploeg erbij. Ja, dat kan hij niet maken. Hij doet alsof hij, of Ali B, hè, die op een gegeven moment dan met Amerikaanse sportkleding in het kielzog van Marco Bazzato op zo'n podium staat, met War Child. Dat wordt ook wel erg succesvol. Ook een opportunist. Dus zodra, dat is bij de islam, alles kan bij de islam. De transgenderstraat van de Wallen, die schijnt dus volgens de media te krioelen van de Marokkaanse jongens, die van die geneugten gebruik willen maken. Maar maak je er een norm van, dan ben je een... Is het dan het verschil tussen het openbare leven en het privéleven? Zit daar dan een enorm verschil tussen? Er zit een verschil tussen... hoe je jezelf voorstelt. Als jij openbaar af en toe een wijntje drinkt, maar je stelt je voor als de moslim en ik hoop me te verbeteren, kan gebeuren. Okay. Zeg jij, ik ben een bewonderaar van wijn, ik geniet ervan en de imam die moet zichzelf vooral van maken, dan valt de muizenklem dicht. Okay. Ja. En dat is het nare ervan. En soms denk je ook weer bij je eigen, ja, misschien moet het maar zo voorlopig. Ben ik pragmatisch, van laat een jonge generatie daar een afscheid van nemen. Nou, met dat moet ik wel zeggen van rechts. Door enorm cynisch te drukken in die buikwand van de moslims, wordt het countercultural om tegen rechts te zijn. Je ziet dus ook dat moslims in Nederland conservatiever zijn dan wat ik in Marokko waarneem in de grote stad. Dat is zeg maar weer de these die we vaak hoorden van Wilders maakt moslims conservatief. Want niet alleen Wilders, maar hele stemming in Nederland zorgt ervoor dat moslims terug naar hun bron. Maar ik denk wel dat het echt zo is. Ja, okay. Ik denk ook dat de ontheemdheid van blanke pioniers in Amerika ze kerkelijker maakte. Wij denken bij de kerk vaak... En in Amerika, dan hoor je ze echt over eindtijdverwachtingen. En Obama is gelukkig wel church going. Godzijdank. En Bush was een newborn Christian. Dat interesseert ons geen reet. Bij Mark Rutte willen weten of die een vrouw een dag heeft af en toe. Niet of die naar een kerk gaat. Ja. Kan ons het rotten. Ja. En dat is wel iets van, als een volk ontheemd wordt, gaan ze zich helemaal in de identiteit vastgrijpen. En ik denk wel dat rechts dat nu, of het nou nodig is of niet. Ik disqualificeer het niet. Maar rechts werkt dat nu wel aan de hand. Dat ze zeggen van oké, ik een moslim mogol. Nou, ga ik naar de moskee toe. Ik zie het ook in Bosnië trouwens. Daar dronken ze rakkie en waren de hoofddoeken een zeldzaamheid. Toen hebben de Serven op een gegeven moment gezegd, jullie zijn nep-Turken, moslims, we maken jullie daarom af.
En ik zie nu, ik ben in Bosnië 2 keer geweest, dus na die oorlog daarvoor uiteraard niet, was ik een jong kind. En ik zie wel dat de islam flink met de opmars bezig is. Mm-hmm. Zo van, oké, wij zijn dus rotmoslims. Nou, dan gaan we dat even beleven. En dat kan niet een onderdeel zijn van een soort mondiale trend naar conservatieve denken? Überhaupt in de hele islamitische wereld? Dat dat gewoon ook in Europa gebeurt, omdat dat in de rest van de moslimwereld ook gebeurt? Nou, het is wel grappig dat wij hier een discussie hebben over een burkini kunnen aanhouden. En dat ze Iran een hoofddoek op een stok duwen op een plein en op die manier de boel scheren. Ja, precies. Het zijn twee tegenstellingen. Hoe komt dat? Omdat mensen werken vaak met countercultural. Mm-hmm, dus mijn vader was rechts, ik was daardoor meer links. Mijn vader Ajax, vaak gaat het wel in dynastievorm dat je dat volgt, voetbal. Ja. Maar het kan ook countercultural gaan. Dat je zegt van oké, die generatie was zuinig, ik wil Bourgondisch. Mijn vader was Bourgondisch en inkassen stonden in de rij voor de voortuin. Ik ga op mijn centen letten. Ik denk dat moslims dan een beetje daardoor dat het mode wordt en spannend. Mm-hmm. En pubers die gaan op zoek naar identiteit. Dus ik denk wel dat het dan spannend is om datgene te volgen waar je roots liggen en waar iedereen het over heeft. Nou, je noemt ook iets interessants, van in Iran zijn er vrouwen die de hoofddoek aan op een stok hangen en demonstratief zeggen. Zijn dat incidenten of is dat juist heel erg, leeft dat juist heel erg? Dat zeg maar dat je willen ontworstelen aan het conservatisme? Nou, ik denk dat beide wel opleveren. Ik denk dat er een seculiere klont is in het Midden-Oosten die nou echt wel zijn rechten wil opeisen en er moe van wordt. En ik denk ook dat er ook wel een orthodoxe trend in het Midden-Oosten. Die is alleen niet exclusief. Mm-hmm. Dat geloof ik dus niet. Terwijl ik wel vind dat die Nelt wel, daar vind ik wel dat het heel hard gaat. En ook niet exclusief, maar wel dat ik af en toe denk van wat grappig dat het dan in Tunesië dat mensen geen Ramadan willen doen en een protestborden. En hier is toch die energie vaker andersom. Mm-hmm. Hier zijn de seculieren wat stiller, vind ik. Bijna alsof ze zelf ook vinden dat ze buiten de pas lopen. Ja, en moeten andere seculieren of progressieven in Nederland daar niet veel meer aan doen? Om stemmen binnen de moslimgemeenschap die zeggen, nou laten we het allemaal wat minder serieus nemen. Of om die juist te helpen. Nou, dat heb je al. Ebru Umer bijvoorbeeld, die schrijft echt niet altijd poëzie. En die heeft toch altijd wel flink podium. En ik vind ook Ayaan Hirsi Ali, die liegt over de namen. Ja, alleen, die wandelt zo'n VVD binnen. Ja, alleen die worden niet bij de progressieve partijen op prijs gesteld. Ebru Umer, Ayaan Hirsi Ali. Worden zelfs helemaal niet op prijs gesteld. Nee, dat snap ik wat je bedoelt. Oké, dan heb ik het verkeerd begrepen. Ja. Jij vraagt je af waarom bijvoorbeeld de linkse partijen niet ook een podium bieden aan het hoeft niet per se links te zijn, maar mensen die zeg maar gelijkgestemden uit de islamitische gemeenschap, daar zou je toch zeg maar een band mee moeten voelen. Ja, maar dat zeg ik alweer. Zij vinden dat er is een stiekem racisme bij progressievelingen. Ja, ja. Dat de blanke gewoon wat machtiger en groter is. En daardoor ook wat meer verantwoordelijkheid hebt. Mm. Je kan bijvoorbeeld zeggen, jij laat dit glas nu op mij vallen, hè, op mijn kleding. Ik zeg dan tegen jou, dat vind ik onhandig. Ja. Zou jij een kind van 5 hebben die dat doet? Dus thuis, dan zou ik denken van, oh pak een doekje. Mm. Maak je geen woord aan vuil. Mm. En wat je ziet bij die lieden. Is dat ze dus het progressieve van de islam, dat hoeft niet gesteund te worden. Want als hun een glas omflikkeren, dat is dat kind van 5. En als wij dat doen, ik hou niet van die racisten. Nee, want dan kan het glas wel ongevallen. Zo heb ik bedoeld. Dus ja. Zij hebben niet zo naarste gezocht naar medestanders, omdat ze vonden dat de moslims recht hadden op dictatoriale trucjes. Ja. Vind jij trouwens dat we minder over de islam zouden moeten praten in Nederland? Dat gaat er natuurlijk enorm veel vaker over. Het zou minder moeten gaan over de ontploffing op zichzelf. Het zou meer moeten gaan over, ik wil nou wel een keertje antwoord over, hoe zit het nou met de islam? Is er een brug tussen de islam en die ontploffing? Mm-hmm. Het gaat bijna nooit over de islam. Het gaat over moslims, het gaat over ontploffingen. Yeah. En het gaat over dat iemand dan Allahu Akbar roept die zichzelf opblaast. Maar het gaat nooit over, ik vind bijvoorbeeld dat de vraag, heeft de islam wat te maken met terrorisme? Met blasfemie? Mm-hmm. Die heb ik net in de eerste seconde heel kort en bondig aan je beantwoord. Ja. 3 hoofdstromingen. Ja. Deze is dominant. Mm-hmm. 4 wetscholen. Alle 4. Bam. En we konden zo naar huis. Ja. We konden de lichten uitgooien en zo. Max een high five geven en naar het café lopen. Mm-hmm. En ik mis dat bij het hele islamdebat. En ik vind dat een Baudet, nou, nu de enige is die nog kan zeggen, nou, Rumi en Omar Khayyam, die waren in staat om individueel te geloven. De meeste moslims niet. Dat vond ik na 10, 20 jaar islamdebat eindelijk een keer. Bolkestein heeft dat geprobeerd. Die is in debat gaan met een Algerijnse moslimdenker uit Frankrijk. Fortuyn is in gesprek gegaan met Weile Abdullah Hazelhoef. Mm-hmm. Wilders heeft dat nooit gedaan. Mm-hmm. Die is in die burcht gegaan. Mm-hmm. En dan gaat het continu over, de islam is heel gewelddadig.
dan komt er ergens een Arabist die zegt dat valt mee en het gaat niet dieper. Ja, dat blijft we het dan bij. Dat tikt eindeloos heen en weer, hè, in die discussie. Ja, ik zie wel eens mensen bij mij in de buurt, die hebben dan kanker of andere ernstige ziekten. En opeens zie ik ze met medisch jargon aankomen. Mm-hmm. Wat ze eerst niks boeide. Mm-hmm. Dat hebben ze in een gesprek met de dokter eigen gemaakt. Mm-hmm. Die dokter heeft er proberen handvaten te geven voor begrip voor de eigen ziekte. Die onderwijst dat eigenlijk in een uur en die mensen nemen dat mee. Soms zelfs een beetje opgelucht dat het in kaders is. Mm. Van ik heb die ziekte en dan doe dit met mijn lichaam en dan gaan deze, dit en dat. Kinderen hoor je over, ik heb griep, kleine mannetjes die. En ik zou wel willen dat het met de islam ook zo kon dat dus de reguliere Nederlander een beetje kan begrijpen wat precies de ziekte dan is, theologisch van de islam, zodat we er gewoon wat dieper en directer elkaar kunnen aanspreken. Oké. Wat vind jij van de Denk Nida partij van de eenheid van Arnoud van Doorn en zo? Wat vind je van dat soort partijen? Ik vind dat het Nederland een typische stammencultuur is. Waarbij bijvoorbeeld een SGP met eigen belangen komt. En een SP. En die gaan dan zo in de Tweede Kamer. Dan komt er een coalitie. Mm-hmm. En soms gaat het wel, soms niet. Dat hoort er een beetje bij. Mm-hmm. Dus het zijn hele specifieke moslimpartijen. Ook al beweren ze van niet. En het hoort er een beetje bij. Wat ik alleen irritant vind. Is dat Denk een negroïde vrouw aan boord neemt. Terwijl ik weet. Als iemand die met Soenitische Turken omgaat intensief. Veel vrienden, kennissen. Dat een beetje in de gaten probeert te houden. Dat een Kuzu hoogstwaarschijnlijk niet met Sylvana als partner thuis kan komen. Okay, ja. Want zij is en geen moslim en ze is negroïde. Dat ligt gevoelig. Dan heb je heel veel kans dat men zegt van ja, met zo'n zenji. Het woord nigger in de Turkse taal als het ware. Al is het een multi-interpretabel woord. Marokkanen hebben ook zo'n woord. Die noemen het een hazzi. Een zwartje. Dus dat ligt heel gevoelig. Dus dan heb ik het gevoel, jullie hebben het over Zwarte Piet. En jullie zijn met Sylvana aan het dwepen. Nou, Sylvana. Wat haar motieven zijn, dat weet alleen zij zelf. En daar twijfel ik ook aan. God zal het, Joost mag het weten. God zal het wel weten. Maar die nemen ze dan aan boord, hè, een beroemd gezicht. En dan gaan ze een beetje, dan gaan ze naar Suriname toe, denk. En dan gaan ze met Keti Koti aan de haal. En dan denk ik van, jullie komen zelf uit een slavernijcultuur, Ottomaanse cultuur. Doe nou niet alsof je gelijk staat aan die Antilliaan, die niet weet hoe die echt heet. Die een of andere Portugees of Nelson achternaam heeft, weet je wel. Die 400 jaar slavernij heeft doorlopen. Daar moet je als Turk uit een trotse Ottomaanse veroveringscultuur niet aan hetzelfde bootje gaan kruipen. Ja. Want dan ben je bij mij als autochtoon aan het knabbelen. Mm. Dan wil je mij een loer draaien. Ja, het ging ook niet lang goed natuurlijk, Sylvana Simons bij Denk, om allerlei redenen. Het is veel te lang goed gegaan. Zij had ook als feministe na een week moeten nadenken van, maar als jouw, wat doe ik hier? Nou ja, als jouw vrouw een hoofddoek heeft of jouw moeder en ik ben echt zo'n feminist met een grote muil bij De Wereld Draait Door, kan dat wel? Is het wel dezelfde visie? En ook daar weer opportunisme. Ook dat werd een PvdA'tje. Mm-hmm. Ook dat werd zo'n lord met die alles incorpeerde uit een soort honger naar macht. Nou zie je vaak dat als vanuit waar dan ook een politiek wordt gezegd, oh, er is sprake van antisemitisme, dan roepen ze bij Denk, ja, maar er is islamofobie. En dan pat, dan hebben we weer hebben we weer de jijbak te pakken. Ja. Kan je het vergelijken, antisemitisme, met de traditie die we natuurlijk in Europa gehad en alle. En islamofobie, zijn dat vergelijkbare begrippen? Nou, ik vind islamofobie sowieso een kutwoord. Ja. Maar antisemitisme ook. En dat komt namelijk omdat antisemitisme is een hele handige tool om huidige kritiek op Joodse personen. Bijna Bram Moskowitz, die zijn eigen hele haard heeft, die zijn eigen huis in de fik steekt. Bram Moskowitz onder druk zetten met wat heb jij het fiscaal slecht gedaan. Dan kan hij bijna wapperen met de tatoeage van zijn vader. En dan zit het al wel weer goed. En dat gevaar van antisemitisme is dat je dus één grote ramp, maar wel tijd en plaats gebonden, die spreid je uit over het hele Jodendom voor, ik weet niet wat er houdbaar is, het is een melk die eeuwen meegaat, zoals het nu ervoor staat. Ja. Dus als mijn kleinkinderen straks een Joods initiatief bekritiseren, dan heb je kans dat het een antisemitisme wordt genoemd en dat er eigenlijk dus indirect holocaust, durf jij te twijfelen aan die aantallen? Kijk, het is natuurlijk logisch dat gezien wat er allemaal in Europa is gebeurd en de echt eeuwenlange voorgeschiedenis van antisemitisme, dat het dan zeg maar een begrip, dat het iets is waar je alert op bent hier en waarvan je weet, kijk, dat is herkenbaar, dat heeft roots en het zit bij links en bij rechts en bij moslims, je kan het overal tegenkomen. Het is absoluut niet exclusief. Maar hoe komt dat, die eeuwenlange vervolging? Dat zijn, je wilt zeggen de oorzaken van het antisemitisme? Nou, ik denk, als ik bij jou kom wonen, in jouw land kom wonen, en ik blijf me op mijn eigen manier wassen, en ik betrek één kamer in die hoek, dat op een gegeven moment, dat het vroeg-Europese antisemitisme, niet de NSDAP, die hadden beter moeten weten, maar in de middeleeuwen is het een beetje een self-fulfilling prophecy, om als religieuze gemeenschap te blijven kletsen over Mount Zion en Jeruzalem,
en in een hoek van de samenleving te gaan wonen en een heel andere levenswijze. En nu lijkt het bijna alsof het iets is, als je het zoals je het nu duidt, zou je zeggen, oké, dan lijkt het eigenlijk op wat er nu gebeurt met een club moslims die zich afsluit van de maatschappij. Daar wordt dan vanzelf een negatief label op geplakt. Dus dan... de consequentie als je je als religieuze gemeenschap afscheidt van een hoofdmoot... Mm-hmm. En dat geldt ook voor de SGP, is dat je kritiek krijgt en argusogen. Ja, de vraag is natuurlijk altijd... De toon bijvoorbeeld van de toon van de vaccinaties tegenover de bevindelijke gemeenschap en hun homofobie, die is hard. Die is ongekend hard. Ja, er wordt ook heel harde kritiek op christenen geleverd. Ja, het zijn maar een stel mafknappers. Ja, daarom kun je ook heel vaak zeggen, ja, islamofobie, daar wordt, dat wordt weer veel te veel opgespeeld. Want daar wordt ook heel veel logische, gewone kritiek op allerlei gebruiken. Wordt daar onmiddellijk omgeschaard. Terwijl bij christenen kunnen we schelden wat we willen. Ja, we praten nu ongeveer een uur. Ik denk dat jij wel zuiver op de graad bent en ook analytisch. Je hebt me net voordat we het over de islam hadden, maakte ik een nuance met antisemitisme. Ik zei, de NSDAP moest beter weten. Ja, ja. Nou, die opereerde in de jaren 30 en 40. Ja, ja. Maar daarvoor hadden we een Europa van rancune, van ziektes, van financiële tegenslagen, oorlogen. Ja. En als ik dus het antisemitisme van de NSDAP als scheidtijdtechnisch van dat vroegmiddeleeuwse werk, met hooivorken, dan kunnen we ook nooit zomaar zeggen van, hey Dennis, islamofobie van nu, dat vind jij niet kunnen, maar wel... Nee, ik vond die antisemitisme van 1940 ook al te modern. Hadden ze beter moeten weten, dat zei ik al. Maar ik vind wel, wordt er heel mythologisch over gedaan. Van Joden worden altijd gediscrimineerd. Ja, als jij je eigen land uitgeschopt wordt en overal gaat wonen en je net niet helemaal aanpast. Als er dan de pest uitbreekt in 1500 in Hongarije, wie kijken ze dan aan? Wie was zich wel en wie zijn minder slachtoffer van? Wie heeft er een eigen levenswijze? Zigeuners bijvoorbeeld. Ook vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Ook heel vaak in de Balkan het onderwerp van spot, argusogen. En niemand moet ze eigenlijk. Iedereen kijkt erop neer. Ik geloof dat zigeuner Duits woord is voor reizende dief. Als je het linguistisch helemaal nagaat. En ik denk dat je dat inderdaad als minderheid in de middeleeuwen... Dus dat dat minder mythologisch is dan je denkt. En het gevaar van het grootmaken van de Holocaust is dat je volkerenmoorden... De kans erop leg je helemaal bij de Joden. Terwijl, we hebben Srebrenica gehad, we hebben een Armeense genocide gehad, we hebben België en Congo gehad, we hebben Koerden in Irak gehad, onder Saddam Hussein. Er zijn heel veel mensen vergast. Ja, maar de Holocaust was zo technisch. Ja, kan ik het helpen dat er in 1500 niemand was die treinen kon vervoeren? Ja, er zullen flink, zullen flink wat mensen het niet met je eens zijn, Dennis. En het is interessant om daar helemaal in te duiken. Maar ik wil even ook terug naar het woord islamofobie. Ja. Jij zei dat het eigenlijk een pokkenwoord. Ja, en dat komt omdat je namelijk de kritiek op de islam, net zoals dat antisemitisme een heel vervelend woord is, je gaat kritiek indammen. Het kritiek wordt een ziekte, kritiek wordt vals spelen, kritiek wordt verdacht. Ja, en dan zeg maar, alles wordt onder het racisme label geduwd. Ja, bedoel je. Elke vorm van discussie wordt in de racisme box geknald, waardoor het een verboden onderwerp wordt. Ja, zie je dan bij beide woorden. Dat is eigenlijk jouw... Ja. Sorry voor het door je heen kletsen. Dat is ook een beetje de passie. Ik vind het wel onbeleefd van mezelf. Nee, dus daarvoor excuses. Want ik vind jouw vragen doen er net zozeer toe als mijn antwoorden. Dat is een beetje de bevlogenheid. Ik vind het grappig bij islamofobie dat de wet staat iets toe. Dan is er een groep mensen die dat eigenlijk te vrij vinden. En die doen via de taal een coup. Dus die zeggen, die wet die komt alleen maar tot hier. Potverdikke me, ik zou jodenkritiek en moslimkritiek ook wel erin willen hebben. En dan komen ze aan met antisemitisme en dan hangen ze, of islamofobie. En dan hangen ze een dermate gewicht aan sociaal. Dat je op een verjaardag en met collega's en als politieke partij dat niet meer kan doen. Ja, dat er een sociale sanctie op komt te staan op een aantal dingen. Terwijl er geen wet... Het is een tumor is het. Ja, ik vind zelf dat we moeten natuurlijk altijd alert blijven op dingen die in het verleden zijn gebeurd en zich kunnen herhalen. Dus in die zin snap ik wel dat de aandacht voor antisemitisme gewoon... Dat is gewoon een belangrijk... Ja, dat vind ik een belangrijk iets. Idee dat het Joden eerder kan overkomen dan zigeuners of moslims is een handige fabel. Dat vind ik een handige faal. Elke minderheid, ook de negroïde minderheid, kan morgen bij een enorme frictie de pineut zijn. Als blanken een minderheid worden, zoals in Rotterdam, kunnen de blanken onderdeel worden, van, als er echt hier een chaos komt, dan hebben we wel een NAVO-verbond en Amerika let heel goed op. En die heb in de Balkan af en toe wat gebombardeerd strategisch om te zeggen, uit elkaar, liefst tegen elkaar, potverdomme, ik bombardeer je. Dat zal Amerika ook in de West-Europa doen, als het tot een burgeroorlog komt. Maar het idee... En dat is zo'n handige tool, is dat. Het idee dat de Joden meer kans maken dan blanken in Rotterdam of negroïde mensen in het achterland in Europa of wat dan ook. Of zigeuners, of homo's, of gehandicapten, is een heel
gek geinig fenomeen. En dat is machtiger dan de islamofobie lobby. Die is een beetje gekunsteld, een beetje schreeuwerig, daar moet je om lachen. Maar dat antisemitisme, de bühne, die is boeiend, want die is gegrondvest en er gaan middelbare scholen naar Auschwitz toe en dan morgen weer en never forget. En ik ben mijn eigen, ja, maar Srebrenica dan, dat is voor mijn kinderen heel boeiend. Mijn kinderen die hebben een moslimnaam, dat is veel recenter in Europa op een dagrijden van Wenen. Heel minder grote aantallen, iets minder mechanisch, hè, dus vooral mensen in een kuil douwen en zo, geen ovens. Maar ik word daar een beetje... dat zijn mijn woorden hoor, want ik weet het gevoel. Ja, nee, kijk, ik vind de aandacht voor beiden terecht. Je moet op alle misstanden moet je letten. En je hebt voorkomen gelijk dat elke bevolkingsgroep een slachtoffer kan worden in bepaalde omstandigheden. Ja, dat kan, helemaal dat kan van blanken in Zuid-Afrika ja. gebeuren. Of dat noem gebeurt maar op. Dat en, gebeurt en daar zijn ook niemand. Alle, precies, en dan krijg je altijd weer die discussies van ja, maar dat hebben ze aan zichzelf te danken, ja of nee. Van, weet je, die discussie komt elke keer terug. Dus ik vind als geen stijl. En ik heb die jongens heel hoog zitten. En ze hebben een enorme handreiking naar me gemaakt, keer op keer. Aan boord genomen. Laatst weer met mijn dochter, gebeten een hond. En wij zijn een stuk aan. Geweldige jongens. Maar als daar dus echt een Palestijn voor zo'n winkel staat, dan wordt daar dus 16 keer verslag van gedaan. En ik moet maar hopen dat als er morgen een moskee wordt beklad, dat het ook 16 keer zo mag. Dan wordt toch gedacht van, ja, maar met het 9-11 en alles wat daarna komt in is. Ja, dus hier heb je gevoelsmatig iets van, er is ongelijke aandacht. Nou, gevoelsmatig. Het is in mijn beleving als gast even rationeel als alle andere dingen die we wat meer eens waren. Alleen, ik zeg wel tegelijkertijd, dat er onder moslims natuurlijk, en die nemen een aantallen toe, is er wel een antisemitisme. Want als je been breekt, Mossad. Als je een incassobureau krijgt, de Joden. Het is Joden voor en na. En laatst is er een dame van 80 in Frankrijk, een Joods persoon, die mevrouw heeft de Holocaust overleefd. Die wordt daar afgemaakt als een beest in een democratisch land. En wat moslims, de fout die moslims maken, is dat ze dus intellectueel of qua visie, vinden ze dus Israël niet zo leuk en dit en dat. En soms is het achterlijkheid en soms is het intellectueel. En wat doen ze dan? Dan gaan ze heel nonchalant doen over geweld aan Joods adres. Er zijn Joden hier die niet met de keppel durven te lopen. Die wegtrekken uit West-Europa. Ja. Dus die evenwichtigheid... Het is al 15 jaar aan de hand. Ja, en dat vind ik... En dan zie ik onder moslims dat die geven dus niet om discriminatie. Want als een Jood verhuist of een homo-Marokkaan... Ja, zelfreinigend probleem. Dan zijn ze heel cynisch. Ja, Joden en alles is de Joden. Ik vraag me zelfs af of, want jij zei van er is heel veel aandacht voor antisemitisme. Ik vraag me zelfs af of dat in de politiek ook wel zo is. Vanuit bepaalde hoeken ja, vanuit andere zie je ook weer die bagatelliseringsreflex. Het is een beetje een rechts-links. Ik vind links is islamofiel. Links is echt islamofiel. Die gaan mij uitleggen dat mijn geloof meevalt als ik een dip heb. En ik vind rechts vaak judeofiel. Het gekke is dat vroeger eigenlijk andersom was. Ja. Dat was rechts helemaal niet pro. Dat geldt toch ook voor democraten in Amerika ten aanzien van negerhuide Amerikanen? Absoluut. Vroeger was dat was vroeger de partij van de racisten, de democraten. Van de Jim Crow laws in de jaren, tot aan de jaren 60 toe waren dat de mensen van de rassen scheiden. Dus dat kan van alles veranderen. Jij noemde net een heel intrigerend iets. Je zei van ja, je kan zomaar ook conflict uitbreken. Je noemde volgens mij zelfs het woord burgeroorlog. Dat hoorden we wel eens vaker in al die analyse. Dan denk ik altijd van oké, dat gaat wel heel rap in één keer. Naar die. Maar stel dat er nou in Nederland, hè, dat is gewoon even als een hypothetische laatste vraag. Stel dat komt een aanslag in Nederland wel met dodelijke afloop. De steekpartij op Amsterdam Centraal, dat is dat gewonden, komt dat minder hard aan een dood. Denk jij dan dat er de boel explodeert? Nou, ik vind het ook wel leuk dat wij, dat is ook onze nuchterheid, het valt allemaal mee en het zover is het nog niet, maar we hebben dus de Soldiers of Odin lopen door de straten van Zweden en we hebben momenteel, as we speak, in Oost-Duitsland dus een hele massa volk op straat. In Chemnitz. Daar zegt een vriend van mij, die zegt van in Brussel blijven ze de Afrikanen maar naar binnen proppen en in Zweden loopt de nieuwe stormabteiling al door de staten. Ja. De Soldiers of Odin zijn georganiseerde nieuwe bruinhemden die met hoodies lopen en die hebben een logo en dan verwijzen ze naar het vikingachtige polytheïstische verleden. Met andere woorden, toen alles nog blij en blank was en die marcheren door de straten van Wenen. Die letten op en die kijken of alles goed gaat met die immigranten. Op dat punt kun je niet, dat is geen burgeroorlog, maar dat is dus wel een ordendienst. Tegelijk zei je ook in het begin van het gesprek van dat als je kijkt naar hoeveel moslims er in Nederland zijn en hoeveel radicaal zijn en hoeveel er uiteindelijk iets doen in de vorm van bij IS gaan en of een aanslag plegen, dan zijn er dan relatief heel weinig. Ja. Dat klonk heel optimistisch. Ja. Dan dacht je, eigenlijk heb je met een grote bak mensen te maken waar geen probleem mee te verwachten zijn. En natuurlijk, we kennen allemaal inderdaad, het politiek klimaat is dusdanig dat er van alles en nog wat gebeurt inderdaad ook aan de rechterkant. Ja. Maar, en dus zoals je net formuleerde, klonk je eigenlijk wel weer heel pessimistisch. En wat was het verschil tussen de twee?
dat ik het nu heb over problemen rondom illegaal in het algemeen. Mm-hmm. Marokkanen enorm vaak jeugddelinquent, mm-hmm. enorm vaak betrokken bij bijvoorbeeld vermogensdelicten. En die kan ik niet scharen onder de theocratische delicten. Dus als je me vraagt, hoe zit het met een escalerende islam? Mm-hmm. Dan zeg ik, als het gaat om echt geweld, vind ik dat meevallen qua cijfers. Mm-hmm. Ga dat bijvoorbeeld over je homo-zoon scheef aankijken, wordt het een veel groter probleem. Marokkanen bijvoorbeeld, die over een toonbank springen, een sigarenboer, geld of je leven, is een heel groot probleem. Mm-hmm. Alleen die kan ik kan ze niet scharen en op één hoop gooien met islamitische problemen. Maar de immigrantenproblemen, als je mij vraagt, wat hebben die gemeenschappen, Somaliërs, Turken, Marokkanen opgeleverd, dan denk ik van intellectuelen hadden we al, mm-hmm. bestuurders hadden we al, denkers hadden we al, filosofen hadden we al. Wat we er wel heel veel bij hebben gekregen is dus jeugdige delinquenten, bolletjeslikkers, homofoben in de Randstad. Onze homofoben zaten in Urk, zaten in Ouddorp. Dat hadden we een beetje ingekaderd. Daar waren we het een beetje over eens. Was nog een beetje achterhaalde folklore die aan het uitsterven was. En wat hebben we nu gedaan? We hebben dus in de plekken waar onze economische en vrijdenkershart bonkt, zo'n Amsterdam bijvoorbeeld, daar hebben we dus een enorm blik opengetrokken met agrarische Turken en Marokkanen die bij elkaar klonteren, want ons kent ons, in flattenwijken. En als daar iemand afvallig wordt of homo, dan kan het slecht aflopen. En die problemen zijn geen terrorisme, maar daarmee terroriseren ze dus wel sociale verbanden en verpesten ze vrijheden die er horen te zijn eigenlijk. Ja, ja. Ja, we moeten afronden, Dennis. Het is bijzonder jammer dat jij te jong bent om ooit bij de PvdA carrière gemaakt te hebben. Want daar had ik bij willen zijn als jij het PvdA-congres had toegesproken. Ja, mooi hè? Dat was een mooie. Zou het zo zijn? Misschien komt het nog. Hey, Dennis, bedankt dankjewel voor de vraag. Hè? Dat vond ik een eer.